Kijk eens Botlek TV, Link Media. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Op een hele rare locatie zit ik. Dierenopvangcentrum, Spijkenisse. Ik wil eruit. Ik voel me opgesloten. En al die katten en die honden die hier zitten, vele tientallen, die willen net zoals ik, willen ze eruit. Help ons. Monique, haal me eruit alsjeblieft. Monique van de Klooster van Dierenopvangcentrum Spijkenisse. Dankjewel dat je me hebt bevrijd. Maar je zou nog veel meer dieren willen bevrijden, hè? Hoeveel heb je die hier zitten? Ik heb ongeveer 40 katten zitten. En tussen de 40 en de 50 en tussen de 20 en de 30 honden. En die zijn allemaal op zoek naar een nieuw baasje? Ja, allemaal op zoek naar een nieuw thuis, naar een gouden man. De dieren komen hier met de dierenambulance, opvang op allerlei manieren. Tot zelfs dat ze aan het hek worden vastgebonden, is dat niet? Ja, dat klopt. Ja, jammer genoeg wel. Ja, jullie zouden toch wel heel graag willen dat de kennels helemaal leeg komen. Dat de dieren bij mensen thuis komen. Of er nou Spijkenisse is of ergens anders op Voor in de Putten. Maakt allemaal niet uit. Nee. Mensen kunnen jullie opzoeken en ook naar de dieren kijken via een website. Ja, wij hebben een website, dat is ikzoekbaas.nl. Daar staan alle asielen op die aangesloten zijn bij de dierenbescherming. En dan kunnen ze alle katten en honden en zelfs andere dieren opvinden. Alle honden, alle katten zijn even belangrijk. Zeker. Maar Botlek TV, Link Media haalt er elke week eentje eruit. Ja. Dat wordt het dier van de week. Ja. En daar ga jij dan wat over vertellen. Absoluut. Jij wordt eigenlijk de nieuwe presentator van Botlek TV, Link Media. U hoort het, kijkers, Botlek TV, Link Media. Kom naar hier. Kijk op de website. Ik presenteer de nieuwe presentatrice van Botlek TV, Link Media, Monique van de Klooster. Veel succes. Nou, dit is Barend. Barend is een bakkie energie. Een hele actieve kat van 5 maanden oud. Die gevonden is in de vangrail. Vreselijk. Een gebroken poot. Onze volgers op Facebook kennen hem wel. Hij is geopereerd, hersteld en is klaar voor een nieuw thuis. En hij is er echt klaar voor. Alleen moeten we wel een nieuw thuis hebben die klaar is voor Barend. Actief. Dat is denk ik echt het woord. Dat is eigenlijk het enige woord. Actief. Hij wil spelen, hij wil rennen, hij wil vliegen, hij wil jagen. Actief zijn.
Dus hij kan niet op een flatje bij oma op schoot en dan tevreden zijn. Hij wil heel graag bij oma op schoot. Maar daarna moet hij wel kunnen jagen. Of eigenlijk daarvoor moet hij kunnen jagen. En zijn energie kwijt kunnen. Lekker spelen met de hengel, tunnels, krakpalen. Hij zou bij andere katten en honden kunnen. Bij kleine kinderen weet ik niet of die kleine kinderen het zo leuk zouden vinden. Omdat hij is best pittig. En als hij dan een keertje per ongeluk bijt in een vingertje, is dat misschien niet zo leuk. Maar ligt ook weer aan. We gaan niet zeggen, hij mag niet bij een kind van 8. Ligt aan het kind. Maar zoals jullie kunnen zien is hij heel speels. Hij is nog maar 5 maanden, dus dat mag ook. Hij zal uitgroeien tot een flinke beer. Heel ondernemend, springt overal op en in. Waarschijnlijk zijn open kastjes niet echt succesvol voor Barend. En we zoeken gewoon een thuis die snappen dat een kat zijn energie, zijn ei kwijt moet. En dan komt het wel goed met Barend.